Wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik jullie mijn favoriete herfst fashion items laten zien. En dit zijn voor mij wel echt items die je eigenlijk wel moet hebben in de herfst. Dus laten we dit intro gewoon niet te lang maken en gewoon gelijk gaan beginnen. Ik begin helemaal links. Daar heb ik als eerste een rokje. En je zou zeggen van ja, in de herfst een rokje. Ja, ik vind een rokje zoals deze vooral met een beetje leer en zwart, gewoon een beetje donkere kleur. Vind ik gewoon heel erg leuk om in de herfst te combineren. Je kan het gewoon echt heel makkelijk warm maken. Je doet er gewoon een panty onder, een leuke trui erop. En you're good to go. I like it. Deze heb ik gekocht bij de Shubi ooit. Het is wel een tijdje geleden, dus ik denk niet dat ze hem nog hebben. Dit is zeker een item die je eigenlijk wel moet hebben in je kledingkast. Het tweede item die ik heb is een goede donkere kleur spijkerbroek. Persoonlijk vind ik in de herfst een donkere spijkerbroek leuker dan een lichte spijkerbroek. Ik associeer lichte spijkerbroeken vaak toch wat meer met de zomer en met de lente. Ik vind wel dat je gewoon een donkere spijkerbroek nodig hebt in je kast. Want het maakt het gewoon al snel veel meer herfstachtiger. Ja, dit is een beetje een mom jeans model. Deze komt van de Bershka. Dus ja, dit vind ik ook zeker iets wat je wel echt nodig hebt in je kast. Dan het volgende item. En dat is iets wat ik echt ontzettend leuk vind. En super tof vind dat dat weer helemaal in de mode is. En dat zijn flared broeken. Ik heb er hier twee. Ik zal ze allebei eventjes laten zien. De eerste is gewoon een simpele zwarte. Ik denk zeker dat je dit nodig hebt in je kast. Ik weet dat er ook heel veel mensen zijn die dit heel lastig vinden om te dragen. Omdat ze bijvoorbeeld bang zijn voor reacties van anderen. En mensen om zich heen die misschien een beetje out of the box vinden. Ik persoonlijk vind een flared broek echt mega mooi staan. Ik vind dat bij de meeste mensen de benen er gewoon heel erg mooi in uitkomen. En Milou! Excusez-moi. Ik vind persoonlijk toch wel dat je dit in je kast moet hebben. Zon, hallo? Wil je dit even niet doen? Bedankt, je bent weer terug. Oké, ik heb nog een flared broek. En deze is net even wat anders. Het maakt het net even wat specialer. En dan kan je je outfit net even iets meer mee opleuken. Dat is namelijk deze. Deze is ook gewoon zwart. Maar aan de zijkant zitten er strepen. En dat vind ik het gewoon heel erg leuk maken. Want dat combineert gewoon net even wat leuker dan gewoon een simpele zwarte broek. Dit maakt het al snel net even wat toffer. Nou, dit is dus ook een flared. Maar deze is echt heel erg leuk. En daar kan je echt leuke dingen mee combineren. Dan nog een favoriet item van mij. En dat is dit blouseje. Het is een zwart blouseje met allemaal sterretjes erop. En ik vind dit blouseje echt zo tof. Ik weet niet, hij leukt een outfit zo snel op en dat vind ik zo fijn. Ik hou sowieso heel erg van sterretjes. Ik denk dat kijkers van mij dat wel weten. Ik ben gewoon echt dol op sterretjes. Ik vind het gewoon heel erg leuk. En ja, dit vind ik ook zeker wel iets wat je moet hebben in je kledingkast in de herfst. Gewoon een lekker blouseje met een leuk printje erop. Want dat kan je gewoon heel leuk combineren met simpele items. En dan ziet het er toch al snel leuker uit. Dan natuurlijk iets wat iedereen waarschijnlijk wel in hun kast heeft hangen, maar wat ik toch even moest benoemen, zijn truien. Dit zijn mijn twee favoriete truien. Deze grijze is een beetje lekker oversized en kan je lekker nonchalant dragen. Je kan de mouwtjes ook nog oprollen als je dat wil. Vind ik gewoon echt mega leuk staan. En ja, hij is ook nog gewoon lekker warm. En dat is natuurlijk heel belangrijk in de herfst. Want het kan nog wel eens echt heel koud zijn. Het is meestal heel afwisselend, maar goed. En het leuke vind ik ook aan truien is dat, stel het is nog niet heel koud, kan je ook gewoon alleen een trui aandoen en naar buiten gaan. En dat vind ik zelf gewoon heel erg fijn. En dan heb ik ook nog deze. En ik vind deze kleur gewoon heel erg leuk. Het is een beetje hetzelfde stofje-achtig idee als die grijze. Ik vind dit gewoon heel erg chill zitten. En het houdt je gewoon lekker warm. En ja, ik vind deze kleur gewoon heel erg leuk. Dan nog iets wat ik heel erg fijn vind voor in de herfst. Is een basic zwart jurkje met lange mouwen. En dat, ik heb daarbij deze. En deze draag ik echt heel erg vaak in de herfst en in de winter. Ik zit trouwens wel echt onder de haren. Leven met een kat en een hond. Ja, ik vind hem gewoon echt heel erg leuk. Ja, hij is gewoon heel leuk te combineren met gewoon leuke laarsjes eronder. Gewoon een panty en dan een leuke jas erbij. Ik vind gewoon heel classy staan, zo'n simpele zwarte jurk. En maar hij is wel gewoon warm genoeg voor in de herfst en in de winter. Ik weet eigenlijk niet meer waar deze vandaan komt. Dit is echt iets wat iedereen moet hebben. Ik leef in dit truitje en dat meen ik.
Dat is echt niet normaal. Dit is een kooltruitje. Een zwarte, gewoon strak om je lichaam met een zwarte kool. Deze die draag ik echt zo vaak. En een kooltrui is zo fijn in de herfst en in de winter. Want het houdt je nek gewoon warm. Het staat ook gewoon nog eens heel erg mooi. Dit is ook zeker iets wat je wat mij betreft echt in je kast moet hebben. Dan gaan we verder met jassen. Ik heb er hier 4 hangen. En ik ga ze gewoon allemaal even langs. De eerste is deze. Ja, dit is iets wat nu op dit moment helemaal hot is. Dat was het op zich al wel. Maar ik zie dat het nu ook weer heel veel in de winkels hangt. En dat zijn wollen jassen. Ik heb deze echt denk ik al 3-4 jaar geleden gekocht. Maar ik vind hem nog steeds zo ontzettend chill. Dit zit zo lekker. En het staat ook echt zo super leuk. Ik zal hem heel even voor jullie aantrekken. Weet je, ik vind het gewoon zo top, zo'n jas. Het is zo lekker warm. En ja, I don't know, je wil jezelf gewoon de hele tijd knuffelen. En ja, ik vind het echt helemaal leuk. De tweede jas die ik gewoon heel erg fijn vind in de herfst is een goede, leuke spijkerjas. Er zijn wel eens van die dagen dat het niet echt koud is, maar ook niet echt warm. En dat je gewoon wel een jas aan wil, maar niet te dik. Dan is een spijkerjas natuurlijk de beste optie. Want een spijkerjas houdt je wel warm, maar is niet te warm. Het is gewoon echt super chill. Nou, en dit is echt mijn favoriete spijkerjas die ik ooit in mijn leven heb gekocht. Want zoals je ziet zitten er hier sterren. Nou, zoals ik al zei, ik leef voor sterren. Ik vind het heerlijk. De achterkant heeft echt een hele vette rug. I love it. Ik weet niet, dit item maakt je outfit gewoon standaard beter. Als je helemaal in het zwart bent en je doet dit erover aan, denken mensen nog steeds, wow, she fashionable as fuck. Dus deze. En deze komt trouwens van de Mango. Dan de derde jas en dat is een lange jas. Ik vind het zelf altijd heel erg lastig om een winterjas te vinden of een herfstwinterjas die ook nog eens gewoon mooi staat. En ik vind vaak met dit soort lange modellen dat het toch wel het mooiste is. Wat mij betreft is dit wel echt iets wat je ja, moet hebben. Dan als laatste kledingitem heb ik een... Hoe heet dit? Bodywarmer. Heet dit een bodywarmer? Zit zoals je ziet ook wol op. En deze vind ik gewoon echt mega chill. Hoe ik hem vaak combineer is gewoon met een leren jasje eronder. Een leren jasje kan op zich nog wel koud zijn. Soms, als het echt heel koud is. Dus als je dit er dan overheen doet, ben je gewoon net even wat warmer. En ja, buiten dat vind ik het eigenlijk zoals ik hem nu aan heb ook wel heel erg leuk. Dus ja, dit is ook wel iets wat ik echt heel erg leuk vind om te combineren in de herfst en in de winter. Dan wil ik als laatste nog met jullie eventjes schoenen bespreken. Want schoenen zijn ook wel heel erg belangrijk in de herfst en in de winter. Wat ik gewoon vind, is dat je in de herfst en in de winter gewoon goede laarzen moet hebben. Ik vind persoonlijk dat dat toch wel het leukste is om te dragen. Dan is het natuurlijk ook wel zo dat ik echt absoluut geen sneakerpersoon ben. Maar goed, ik vind goede laarsjes gewoon echt heel belangrijk. De eerste paar die ik aan jullie wil laten zien zijn Dr. Martens. Ik ben echt een heel groot fan van Dr. Martens. Dat ben ik al een hele tijd. Ik heb deze ook al een hele tijd. En waarom ik zo'n groot fan van Dr. Martens ben... Ten eerste, het staat super, super leuk bij bijna elke outfit. Ten tweede, dit zijn echt de meest stevige schoenen die je maar kan hebben. Het is echt niet te geloven, maar deze schoenen zijn gewoon niet kapot te krijgen. Tenminste, bij mij niet. Als je hele gekke dingen mee gaat doen, misschien wel. Maar ik heb deze nu denk ik al 4 jaar of zo, 3-4 jaar. Ja, het is gewoon geweldig. Als je het leuk vindt, zou ik er zeker in gaan investeren. Het zijn geen goedkope schoenen. Maar echt waar, je doet hier echt zo lang mee. Als tweede heb ik nog leren laarsjes. Dat vind ik ook heel erg leuk. Een beetje biker boots zijn dit. Dat vind ik ook heel leuk voor in de herfst en in de winter. Dit maakt je outfit gewoon heel stoer. En I like that. Dit is wel wat minder stevig dan de Dr. Martens. Zijn niet tegen weer en wind bestand. Wel super leuk. Dus deze wilde ik ook nog laten zien. En deze komen van de Zara. Dan waren dat alle herfstitems die ik aan jullie wilde laten zien. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doeg!